Ze zien in Rotterdam op de Verlaatstraat. Surfjante Dani en Ronald zien voor zich een scooterbestuurder op de stoep rijden. Ze besluiten om even zijn rijbewijs te checken. Goeiedag, verkeerspolitie. Mag ik alsjeblieft even je rijbewijs zien? Gaat het? Okay. Je hebt geen rijbewijs? Nee, ik heb net hier zo gepakt van. Oké. Ja. Het water is ook hier binnen. Ja, en weet u dat je geen rijbewijs hebt? Ik heb hem stiekem gepakt. Oké. Van wie is deze scooter? Broer. Een broer. Hoe heet je broer? Ik weet het echt niet precies. Je weet het niet precies. Luister eens even. Kijk, je bent verdacht, hè? We houden jou nu staande. Je hoeft geen antwoord te geven, je mag met de raadsman overleggen. Is dat duidelijk? Bel je vader eventjes. Goeiedag, u bent zijn vader, begrijp ik. Uw zoon die rijdt op een scooter. En je hebt geen rijbewijs. Ja. Geef me maar een boete of zoiets. En van wie is de scooter, meneer? Het is van mijn dochter. Is dat. Waar woont uw dochter? Wat is hier? Achterstraat. In Rotterdam. 87. Oké. Ik vind het op zich een soort van bijzonder dat hij op naam staat van iemand uit Vlaardingen. Nee, hij is een vriend van mij. Kunt u hem bellen? Het valt me alleen een beetje op dat u redelijk laconiek reageert. Waarom? Nou ja, als dat mijn zoon zou zijn die ik minderjarig op een scooter tref zonder toestemming, dan zou ik daar toch iets, denk ik, anders op reageren. Ja, ik heb verder geen waardeorde, maar... Is dat die scooter nog steeds van mijn dochter op jouw naam, of niet? Mag ik hem heel even spreken? Ja, een momentje. Snap je wat ik bedoel? Jawel, maar ja, kijk, ja, wat moet ik er tegen doen? Hij is ermee weggereden. Wat zou jij in plaats van mij doen? Nee, jij bent toch een handhaver? Dan geef je hem toch ja, dat doen we ook. Dat sowieso. Ja, nou. Alleen u bent zijn vader, hè? En u moet eigenlijk ook met hem thuis dan later in gesprek gaan. Kijk, maar ja, kijk, die gesprek zal wel komen. Ja, maar niet vinden. Maar niet vinden. Dat kan met hem even de camera mee. U zet de auto zo op de stoep, meneer. Parkeer die auto even netjes. Parkeer die auto even netjes daar. Parkeer die auto even daar, zo. En niet filmen, zeg ik toch. Wat een film, joh. Doe je gordel even om. Even gordel om. Meneer, ik wil echt niet vervelend zijn, maar u zet de auto weer op de stoep neer. Zet hem even netjes neer. Nee, hij staat... Nee, zo hoort het niet. Zo hoort het niet. Staat zo zegt, ze zegt gewoon zat. Nee, een beetje op de nee dat, zo hoort het niet. Binnen een aantal weken ontvang je de acceptgiro. De boete wordt bepaald door de officier van justitie. Als je het er niet mee eens bent, kun je bezwaar gaan. En op de acceptgiro staat hoe en waar je dat naartoe kan doen. Ja, nog vragen? Bedankt voor de medewerking. Ja, hoi, tot ziens. De jongen mag niet verder rijden op de scooter. De boete ontvangt hij binnenkort thuis in de bus. Eenheid Rotterdam in de havenstad op de A16. Surfjante Evert en Wim zien op de linker parallelbaan een Audi fors harder rijden dan de hier toegestaande maximale 100 km per uur. Evert is een trajectmeting gestart. Ja, dat hebben we al. Hij is vrij achter. De surveillanten rijden inmiddels op hetzelfde wegdek en als Evert de meting afsluit, komt daar een gemiddelde uit van... Ja, 128, maar ik denk dat hij eraf gaat, hoor. Ze zetten de bestuurder aan de kant. Goeiedag, meneer. Ik wil graag van u even uw rijbewijs. Ik heb alleen mijn ID bij me. Ja, waarvoor heb je dat niet bij dan? Lekker mijn eigen auto. In mijn eigen auto. Meneer, wij hebben wat beelden van u. Ja. Willen we u graag even laten zien? Doe die jas over het hoofd. Oh ja, nou ja. Dat vind ik een beetje... Bent u zo gewild dan dat u niet op beeld wil? Nee. Ik maar dat kan allemaal onherkenbaar hoor, als u dat wil. Ja, nee, kunt u gewoon aangeven. Ik wil helemaal niet op beeld. Helemaal niet? Oké. Geen remmetje? Niet bij me in ieder geval. Daar heb ik geen zin in. Oké, nou dan gaan we even zitten. Dan ga ik ondertussen even dan nakijken. Zo. Ik kan het niet eigenlijk, maar de kijkcijfers zie ik niks in. Hallo, ik ben Wim. Wat kunt u zich nog herinneren van die rit? Eigenlijk niks, want ik was een beetje aan het praten met mijn vriend. Dat is toch niet handig om hard te rijden, of wel? Nee. Maar goed, wij rijden op de parallelbaan, u rijdt schuin naast ons op de hoofdrijbaan. Soms moest u een beetje afremmen voor anderen, soms dan... Ik kan u geen antwoord geven, dan moet ik liegen. Dan ging het door. Ja. Maar eigenlijk het stukje wat we gezien hebben, daar rijdt u eigenlijk structureel te hard. We hebben een meting gedaan, ja, ja. 128 km per uur. U mag 100, wist u dat u de snelheid 100 was? U hoeft niet te antwoorden, u bent niet tot antwoorden verplicht. De 100 is daar die hele weg toch de A16 of niet? Ja. Dat is dan grote bocht. Ja. De afstand is ook niet echt netjes. Wat moet ik zeggen, meneer? Nee, hoe vindt u het als de mensen bij u achter op de bumper zitten? Dat vind ik irritant. Ja, maar waarom doet u het dan bij anderen wel? Ik heb geen idee. Nee. Ik kan er echt geen zinnig antwoord op geven. Nee, maar ik hoop wel dat u reden is om even na te denken. Ja, want, zeker. Dat is het zeker weten.
En wat is de reden van de snelheid? Waar moeten ze snel naartoe? Ik hoef eigenlijk naar huis snel naartoe. Dus het is nog eigenlijk voor niks ook? Nee, het is nog voor niks ook, nee. Maar dan gaat dit, ja, voor niks, dat gaat wel geld kosten. Ja, ja. Ik kan er nog niks aan veranderen. Nee, nu kunt u niet meer aan veranderen. Nee. En de toekomst? Dat gaat natuurlijk wel op letten. We doen het zonde van het geld, wat ik liever doe met mijn geld. Ja. Meneer, u krijgt een girokaart in de bus. Daar staat een bedrag op van €209. Ja. Als u die betaalt, is alles weer bij het oude. Als u zegt van nou, ja, ik ben het er niet mee eens. Hallo, wat moet ik anders doen? Oké. Okay. Goeie reis verder en doe rustig aan. De man mag zijn weg vervolgen. Mogelijk nu wel met meer aandacht bij de weg in plaats van bij zijn gesprek. Want in Soesterberg op de N237. Surviante Patrick en Jan Bart zien voor zich een Ford-bestuurder die totaal niet oplet, want de man ontkomt maar net aan een botsing. Maar moet je kijken hoe die rijdt hier. Ja. Vol ook de rood, hè? Ja, vol de rood. Hij reed bijna tegen die Volvo. Ja. Hij rijdt ook heel hard slingerig, hoor. Alsof hij dronken is. Ja. De bestuurder zwalkt over de weg en gaat van links naar rechts. En het is maar goed dat er op dit moment weinig verkeer is. Er valt Patrick nog iets op. Hij zit ook te bellen, zie je? Ja. Nou, ik stel voor om hem aan de kant te zetten. En dit ziet de bestuurder dan wel weer. Hoi, goeiedag. Doe maar even je motor uit als je wil. Je rijbewijs, ben je erbij? Ja. Je rijdt net vol de rood. Is dat zo? Ja. Heb je dat niet in de gaten gehad? Nee, nog niet. Nog geen eens? Nog geen eens. Oké, heb je gedronken, Wesley? Ja, klopt. Klopt, hè? Klopt. Volgens mij heb je aardig wat gedronken. Ja, dat valt nog wel mee. 4 biertjes. 4 biertjes. Dan gaan we je even laten blazen. En je krijgt in ieder geval een procesverbaal voor door het rode licht rijden, ja. En voor het bellen. Dat is goed. Want op de Utrechtse weg zit je net te bellen, hè? Ja, ik was niet aan het bellen, dat zullen we doen. Nou, je had in ieder geval je telefoon in je hand, want hij was heel duidelijk zichtbaar. Ja, klopt. Mijn collega gaat even een blaasapparaat pakken, gaan we even laten blazen. En blazen. Dankjewel, dat was hem. Je gaat of een peetje of een aardje of een even zien. Ja, peetje is goed, ja, en de rest is minder goed. Aartje, dat is niet goed. En dan gaan we naar het bureau in Zeist, zeg maar. Daar blaas je nog een keertje over 25 minuten. En nou ja, als je gezond bent, dan kan je dat gewoon doen. Dan krijg je meteen de uitslag en dan weten we ook waar we het over hebben. Nee, je hebt gelijk. Okay. Is goed, geen probleem. Maakt niet uit, ik heb nog geen eens gezien dat ik door het rood reed. Dus, ja. Je zat bijna tegen een Volvo aan, hoor. Ook nog. Bij de Panweg, ja. Okay, ja. Hey, heb je die ook niet gezien? Ik kom net in Soesterberg. Ik heb misschien 4 biertjes op. Ja, 4 biertjes en dat is het. Ik maar, ga naar huis en... Kan je goed tegen alcohol of zo? Want 4 biertjes zou je zeggen vanuit daar. Gewoon, ik heb 4 biertjes gedronken in Soesterberg en ik ga naar huis. Ik zeg, weet je wat, het is een mooie tijd geweest. Ik zeg, morgen vroeg eruit. Ik zeg, ja, morgen weer werken. Ja, niet werken. Ik moet naar Duitsland toe. Worstelen. Worstelen? Ben je worstelaar? Ja, ik... Echt waar? Ja, oké. Okay. Omdat de bestuurder te diep in het glaasje heeft gekeken, moet hij mee naar het bureau voor een ademanalyse. Hey, diep terug. Ja. Kracht uitblazen. Ga je gang. Ja, doorgaan. Doorgaan. Markeer. Kom maar. Gaan we even kijken wat het wordt. 3,90. Nou, dat betekent dat je rijbewijs houdt. Dat betekent wel dat je uitgenodigd gaat worden voor een cursus, een alcoholcursus, want je zit boven de 3,50. Ja. Dat is een verplichte cursus. Ja. Maar dan krijg je vanzelf de berichtgeving bij. Houd dat goed in de gaten. Als je bericht krijgt van het CBR, dan moet je verschijnen. Doe je dat niet, dan gaan ze je rijbewijs alsnog ongeldig verklaren. Dus daar moet je rekening mee houden. Maar dat is voor het CBR, dat komt vanzelf. Okay. En dit is inderdaad strafbaar. Hier krijg je een bekeuring voor. En je krijgt een rijverbod van 3 uur. De man moet lopend het bureau verlaten en hij zal binnenkort op eigen kosten een cursus moeten volgen. In Helmond op de N270. Surfjant Erik en Gerard staan voor het verkeerslicht te wachten als rechts een motorrijder, nadat hij de bocht heeft genomen, zijn gashendel even flink opentrekt en wegscheurt. Ze zetten gelijk de achtervolging in. Jezus. Dat had ik niet verwacht. Waar kwam hij vandaan? Van rechts. Had ik niet verwacht, het is een simpele motor was het. Trek hem gewoon helemaal open. Kom, die loopt. De coureur heeft in korte tijd al een hoge snelheid bereikt. Zijn gemiddelde komt uit op... 162. Kom. De surveillanten starten op dit stuk waar je maar 50 mag een nieuwe meting. Ver uitloop. En deze tweede meting komt uit op... Let op, 14, 15. 99. In de 50. Nou heeft hij gelukt, zeg. 99. En dan is dat het ook te kort was, dat hij moest remmen. Dan zet ik hem er wel voorbij. Ze zetten de snelheidsduivel aan de kant. Hoi, mag jij al rijbewijs alsjeblieft? Ja, zeker.
We gaan even daar bij dat bedrijf aan de rechterkant stoppen even. Ja. Yes. De reden van de staanhouding is hoop ik duidelijk. Ja, dat lijkt me duidelijk. Oké, okay, mooi. Ja. Als jij even bij mijn collega plaatsneemt. Ja. Kijk, daar ben jij. En jij komt hier van rechts. Ja, klopt. Dan begint het met een autoweg. En op een autoweg mag je 100 km per uur. En dan hebben wij het raampje open en dan horen we het janken van jouw motor. Ja. Want hij ging gewoon vol open. Ja, dat klopt. En dan start mijn collega de meting. En je bent vol en verder dan dat we de meting gestart hebben. En wij moeten naar jou toe, maar jij bent nog steeds verder en verder en verder en verder. En mijn collega die stopt zo meteen de meting. En je bent nog steeds verder dan het begin van de meting. En dan komen wij uit op 162, daar waar jij maar 100 mag. Dat wil zeggen 62 km per uur te hard. En dat wil zeggen dat jouw rijbewijs ingevorderd wordt. En dan gaan wij verder. En dan gaan wij Nuenen in. En Nuenen is 50. En dan hebben wij weer een meting gestart. En dan zie je hoeveel je alweer op ons uitgelopen bent. Ja, je rijdt gewoon met 120 rij je gewoon hier Nuenen in, hè? Ja. Nou, dan hebben wij maar 16 seconden nodig. En dan kom je uit op 99 km per uur. Dan zit je 4 km van de invordering af. Mocht het jou de eerste keer niet gelukt zijn, dan had je hier dichtbij gezeten. Ja. Nou, deze krijg je gewoon cadeau, zullen we maar zeggen. Aangezien jouw rijbewijs toch niet zoal ingevorderd wordt op het eerste stuk. Ja, en om dan te voorkomen dat jij wegrijdt, wat wij met de enige regelmaat meemaken, zetten wij hem ervoor. En dan zitten we hier in de auto. Je bent niet het antwoord verplicht. Je mag zelfs nog een advocaat raadplegen voor het geheel. Ik weet niet of je daar gebruik van wil maken. Nee. Waarom zo hard? Daar komt het eigenlijk op neer. Waarom? Heb je daar een reden voor of zeg je van nou ja, ik... Ja. Nee, het is stom. Ik dacht het is 's avonds. Ik was op het stuk waar ik hem opentrok, was niet druk. Nee. Ik denk de enige die daarmee in gevaar brengt, dat is mezelf. En geen andere weggebruikers. Nee. En daarbij is het gewoon taart te gaan. Dat klopt. Ja. Oké. Okay. Binnen 10 dagen wordt er een beslissing genomen, het rijbewijs gehad. Morgen naar justitie. Ja, en hij of zij moet een beslissing nemen, de officier, over jouw rijbewijs. Okay. Hou er wel rekening mee dat beleidsafspraak is 2 maanden inhouding. Alleen uiteindelijk is het aan justitie om er een beslissing in te nemen of ze daar gewoon zich daaraan houden. Ja. Als je verder geen vragen hebt, dan geef ik jou een hand. Oké. Okay. Ja? Goed. Oké. Yes. Goed. Succes. Hoi. De motorrijder mag voorlopig niet meer rijden en moet iets regelen voor zijn motor en voor zichzelf. Zoals je ziet in Bunschoten, Spakenburg op de Bisschopsweg. Surveillanten Patrick en Jeroen zien een Honda-bestuurder in tegengestelde richting met hoge snelheid voorbij scheuren. Ze keren en zetten de achtervolging in. Hij gaat er weer aan inhalen zo. Ja, hij gaat er weer voorbij. Zien we gaan? Ja. Alsof hij stilstaat, joh. En hij is vrij, hij zit in de remming. Hij heeft lekker doorgereden. En hij gaat linksaf. Daar rijdt hij. Nou, rijd er maar naartoe, ja. Zet hem meteen bij het pompstation aan de kant. Hoi, Patrick, verkeerspolitie. Duidelijk. Ik zou graag even je rijbewijs willen. Oh jee. Oh jee, zeg je al. Haha. Zeg het maar. Waarom zeg je oh jee? Nou, omdat ik dan benieuwd ben vanaf wanneer u mij volgt. Heb je niet opgelet? Ik kijk niet achter. Nee. Ik kijk alleen vooruit. Ik ga geen stomme dingen zeggen. Nee, want je hebt veel te hard gereden, hè? Hoe hard mag je daar? Op die ender? 80 km per uur. Hoe hard reed je? Niet gekeken. Niet gekeken? Ja, wat denk je zelf wat je reed? Gezien het feit dat je zo auto's voorbij vliegt. Ja, wel beduidend harder. Natuurlijk. Ja, maar een heel stuk harder. Ik denk wel meer dan 50 te hard. Maar dat weet je zelf ook wel, hè? Uh-huh. Dus waarom doe je dat? Het antwoord wat ik dan zou geven, ja. Daar heeft u niks aan en het is niet relevant. Nou, ik ben wel benieuwd waarom je zo rijdt. Ik heb heel de dag geklust. Ja. Ik had gewoon een afspraak met mijn meisje en die liep maar uit. Ja, heb je rijbewijs nodig voor je werk? Ik ben vrachtwagenmonteur. Je bent vrachtwagenmonteur? Ja. Dus dan ga je heel bewust zo hard rijden. Dat je eigenlijk weet dat het je baan kan kosten. Ik ga het me niet goed lopen praten, absoluut. Nee. En inhalen, hè? 2 keer, minimaal. Hey, we zijn geschrokken van hoe je hard je rijdt. En je hebt 1 geluk, namelijk dat we hier tegemoet komen. Ja. En dat je achter ons de eerste auto inhaalt. Dan moeten wij nog keren. En dan zijn we eigenlijk te ver weg om een goede meting op je te starten. Maar gezien
de snelheid waarmee je andere auto's inhaalt, durf ik wel te zeggen dat je, nou ja, misschien wel 160 hebt gereden. En misschien nog wel harder ook. En dat weet je zelf ook, hè? Ik kan je dus geen procesverbaal geven voor de snelheid, want dat heb je niet kunnen meten. Okay, wel voor het inhalen. Maar wel twee keer voor het inhalen. Wat houdt dat in? Dat je twee keer een procesverbaal krijgt, twee bekeuringen, want je bent twee auto's voorbij gegaan. Oké. Okay. En dat is nog het minste wat je dan gedaan hebt. Correct. Want die snelheid is gewoon echt absurd hoog. Ja. Weet u toevallig wat dat gaat kosten? Ja, dat weet ik heel goed. Het kost 460 euro bij elkaar. Twee keer 230 euro. Ja. Komt er nog twee keer 9 euro administratiekosten bij. Is een hele hoop geld. Maar gezien wat je eigenlijk gedaan hebt, is het een schijntje. Want je was gewoon je rijbewijs kwijt geweest. Wees er zuinig op. Ja. Heb je nog vragen? Nou, je krijgt geen bonnetje meer tegenwoordig. Nee, binnen een paar dagen. Snel met geld halen, dus dat zal ik zelf op de mat krijgen. Ja, maar niet zo snel als jij net gereden hebt. Nee. Nou, heer. Succes. Goeie avond nog. Oké. Okay. En met iets minder dan 500 euro aan boetes in het vooruitzicht komt de jongeman toch nog bijzonder goed weg. De eenheid Midden-Nederland in Amersfoort op de Bargman-Woutierslaan. Surveillanten Patrick en Jeroen zien een bestuurder rijden die ze herkennen. Hij is notoir uit de kaf. Volgens mij heeft hij niet eens meer een rijbewijs. Er staat 4460 euro open, maar er staat niet op de auto open. Er staat op de naamgestelde, dat is een dame. Laten we eens even kijken. Ik rijd met een ongeldig verklaard rijbewijs, 28-10-2015. Ja, ik denk dat hij dat is hoor. Ja, voor oudere vent. Ze zetten de Mercedes aan de kant om zeker te weten dat dit de bestuurder is die helemaal niet meer mag rijden. Hoi, goedemorgen. Zou je me voorstellen, liefhebber verkeerspolitie terug. Ik wil graag even rij- en kentekenbewijs zien. Yes. Geldig, tot? Ja, ongeldig rijbewijs. Ja. Ja. De rijbewijs voor de auto is ongeldig, hè? Nou, dat weet u wel, want u bent vorig jaar daar ook voor gecontroleerd. Voor rijbewijs is geldig tot 1 april 2012. U mag alleen nog op een scooter rijden. En niet meer in de auto. Dus daarvoor gaan we wel procesverbaal tegen u opmaken. En u mag heel even een blaastestje doen. We weten hoe het werkt, hè? Krijg het eruit blazen, ga je gang. Doorgaan. Oh maar. Gedronken? Zeker weten? Oké. Okay. Die is in ieder geval in orde. We hebben wel eens vaker niet goed meegemaakt, hè? Hè? Lang geleden? Ja. Kijk, rijbewijs? Ja, maar niet bij me. Gedronken? Nee. Nee? Moet blazen. Nou, even doen. Amai. Hij mag niet meer rijden in ieder geval. Maar volgens mij wist je dat al, hè? Ik weet heel weinig. Ja, je hoeft niks te zeggen. Ik weet het. Is in orde? Ik ga wel even kijken of je rijbewijs hebt. Ik denk dat u gewoon niet helemaal goed begrepen wat zijn rijbewijs betreft. Nou ja, vorig jaar bent u ook al een keer voor aan de kant gezet. Zijn rijbewijs is ongeldig verklaard op basis van de medische indicatie. Dus hij mag alleen nog maar op een scooter rijden. Okay. En niet meer in een auto. Ja. Helemaal niet meer. Dus dat is al even. En zou die daar opnieuw gekeurd voor kunnen worden? Dat moet u dan via het CBR gaan proberen. Ja, daar gaan wij niet over. Dus, maar meneer, u hoeft geen antwoord te geven. Maar wilt u nog wat verklaren waarom u rijdt? Nee? Geen verklaring? Die krijgt u van me terug. U moet geen auto meer gaan rijden. Echt niet meer doen, want als u bij een aanrijding betrokken raakt, dan bent u nog veel verder van huis. Ja? Afgesproken? Ga ik u een hand geven. Ondanks dit toch nog een fijne dag. En je weet het, want het is niet de eerste keer. Het zal denk ik ook niet de laatste keer zijn. En laat hem ook niet rijden, maar ga even iemand bellen. Er is vast wel iemand van de familie die nog wel een rijbewijs heeft die niet ongeldig is. Toch? Of wordt het lastig? De spoeling wordt dun. Zal ik hem even in de parkeervak zetten? Heb je sleutel? Aangezien alle drie de personen geen geldig rijbewijs meer hebben, zet Patrick de auto op een veilige plek. Is de auto van uw moeder? Je moet even de garage en zijn boetes open hebben staan. 4.500 euro. Dat is niks. Nee, dat klopt. Maar anders dan als we haar in de auto aantreffen, wordt de auto afgesleept. Okay. Dus dan kan ze beter zelf gewoon gaan betalen. Ja? Oké. Okay. Nou. Dan lopen we naar de winkel. Dan lopen wij ook naar de winkel. Succes! Lopend mogen ze hun weg vervolgen. Aan, zoals ze zien in Drachten op de omloop. Surveillanten Niels en Boudy staan naar aanleiding van klachten te surveilleren bij een fastfoodketen als het gelijk raak is.
Ja, daar ging wat uit het raam. Bij welke? Die voor de achter de Mini staat, met de lamp aan. Ik kwam uit een bijrijdersraam. Oh, jammer. Dat was echt mooi. Kijk, dat staat erop. En daar blijft het niet bij. Hoppa, nog meer. Staat er keurig op. Ja? Ja hoor. Oké, okay, mooi. Dat is dan niet normaal, hoor, wel, dat soort gedrag. Kijk, de prullenbak staat daar. Je ziet het precies. Ja, ja. Oh, eens even. En als dan de vette hap op is en het asfalt uit het raam gekwakt, volgen de surveillanten deze luie donders. Dat is een Bora, denk ik. Het waren wat papiertjes en doosjes, zag ik. Gewoon afval van de McDonald's. Ja, ja. Ze zetten de achtervolging in en nemen de bestuurder gelijk mee naar de kant. Hoi, goeiedag. Dat ben ik. Ja, ik had het gezien. Van de verkeerspolitie, Boudy ben ik. Hallo. Ik wou jouw rijbewijs even inzien, alsjeblieft. Ja. En dan wil ik van de bijrijder, alsjeblieft, even een ID-bewijs inzien. Geen probleem. Oké. Okay. De jongeman denkt te weten waarvoor hij aan de kant is gezet. Om er even uit te halen voordat het accu leeg is. Ik weet niet wat je eruit wil halen. Nou ja, dat wordt dat lampje. Oké, okay, het blauwe lampje, ja. Ja, nou ja, dat is puur voor de verlichting. Nou ja, daar ging het eigenlijk niet eens om. Waarvoor je even staande houden. Oké. Okay. Dankjewel. Daar ben jij. Het gaat even over het gebeuren bij de McDonald's. Ja. En dan kijk ik vooral de bijrijdster even aan. Jullie staan 10 meter bij een prullenbak vandaan. Jullie zijn niet het antwoord verplicht hoor, maar er gaat gewoon troep uit het raam. Het raam gaat open. Toedeledokie met de troep. Oh ja, dat was een succes. Ja, nou. Meerdere keren. Meerdere, ja. Kom, stappen de bijrijder mag wel even uitstappen. Dan mag ik wel even bij mijn collega in de auto stappen. We hebben het heel mooie beeld staan. Ja, eigenlijk is het niet zo mooi, hè? Goeiedag. Oh. Komt erin. Dat was één. Dat was de tweede eigenlijk al. Oké. Okay. En dan komt er zo nog één achteraan. Volgens mij een beker of een bakje. Eén van de twee. Nee, het was een servetje. Ik had mijn neus. Het was, ja, maar het was niet alle drie keer een servetje. Nee, maar volgens mij was het een bekertje, een bakje en dan een servetje of zo. De derde was het servetje. Je ziet daar de prullenbak staan. Ja, klopt. Hop. Ja. Hierheen. Waarom? Gemakzucht, denk ik. Ik denk het. Ja, die benen doen het goed, zie ik. Ik weet het wel zeker. Ja, hè? Gemakzucht, ja. Oké. Okay. Maar dit moet je niet. Nee. Joh, dus het staat er bezaaid met prullenbakken. Stap ja, uit, doe 5 passen en je bent bij een prullenbak notabene. En vanavond mag iemand van hun weer dat hele parkeerterrein rondgelopen om alle rotzooi op te gaan ruimen. Ja. Waaronder jullie spulletjes. Ja, volgens mij is dat niet nodig. Nee, klopt. Oké. Okay. Hier nog vragen over? Nee hoor. Nee? Ja, dan zal mijn collega het verder met jou verhandelen. Hey, bedankt. Fijne avond. Hetzelfde werk. Yep, bedankt. Hey, je krijgt er wel een bekeuring voor. Ja. Heb je nog vragen, opmerkingen nu op dit moment? Nee? Nee. Oké. Okay. Geef ik je een hand? Bedankt. Niet meer doen? Ja, nee, dat hoef je niet te zeggen. Dat zou ik ook niet doen. Die gewoon niet meer doen. Dan hebben we dit ook niet. Yes? Ja. Oké, okay. Hey, fijne avond nog. Hetzelfde. Tot ziens. Het strekken van de benen had deze jonge dame 140 euro kunnen besparen. En een beetje beweging na het snacken kan natuurlijk geen kwaad. In Bunschoten-Spakenburg op de oostelijke randweg. Surfjanten Patrick en Jan Bart naderen een rotonde waar een scooterrijder voorbij komt met een opvallende helm. En dat is maar goed ook. Ik zag hem niet hoor. Camouflagejas. Patrick is ervan overtuigd dat de bestuurder straks een overtreding begaat en doet een voorspelling. Ik weet in ieder geval zeker dat hij de rood gaat rijden zo. Dus... Ja? Ja, absoluut. Ik ga vast opschrijven. Ken jij hem? Nee joh, als je zo'n helm hebt dan ga je gewoon de rood rijden. Want dan heb je een politiehelm, dan mag het, hè? Problemen tussen mannen en vrouwen. Krijg de hik, joh. Kijk hem gaan. Ah, joh, houd toch op, jongen. Doe eens normaal, man. Ik zeg, je ziet gewoon als een hele gedrag dat hij de rood gaat. Jongen. Verderop aan de kant. Het is echt niet normaal, hè? Hier zo, hè? Ja, tuurlijk. Hè. Ik doe alles wat je wil nu. De bestuurder is zich van geen kwaad bewust waarom hij staande is gehouden. Nou ja. Als je niet eens in de gaten hebt gehad wat je verkeerd hebt gedaan. Nee, ja, hoor. Misschien heb je iets te hard rijden, maar verder niet. Door rood rijden? Oh, sorry. Ja, zet hem wel even uit. Ja. Als je even je helm af wil zetten en je rijbewijs wilt pakken. Yes, dankjewel. Doe eens even af. Dat is wel zo makkelijk. Want? Dan kunnen we even kijken of jij inderdaad degene bent. Ja, ja, je lijkt er niet echt meer op. Nee, hè? Nee, je hebt iets langer haar aan alle kanten. Ik heb recentelijk mijn baard geschoren en ik dacht, nee, die moeten we maar weer laten groeien. Want dan zie je jezelf ineens 2 jaar ouder zijn. Dat is niet goed. Je viel op de rijgedrag. Het stoplicht of nog meer? Nou ja, je kwam lekker nonchalant aanrijden. Ja? En dus we hadden al zoiets, nou, even lekker de vaart erin. En
Ik zei al van tevoren, die gaat door rood rijden. Ja, dat straalde hij een beetje uit. Ja. We hadden zelf nog een discussie met mijn collega. Nou, nah, dat doet hij vast niet. Dankjewel. Zei, nou ja, goed. Ik heb vertrouwen. Maar, maar alles straalde je uit dat je echt lekker aan het rijden was. En dat je volgens mij hier heel vaak rijdt. Ja, redelijk. Ik heb ook haast. Dus ik denk, ik zie daar geen verkeer. Ik pak het mee. En toch was er wel verkeer. En, ja. Nee hoor, ik ga je geen moment tegenspreken. Je hebt gelijk. Nou, dan gaan we het ook niet langer maken als noodzakelijk. Mijn collega schrijft even een bekeuring uit. Ja. En dan mag je zo meteen weer verder. En dan hoop ik dat je er wel wat mee gaat doen. Ja. Namelijk dat je voorlopig niet meer door rood rijdt. Want iets zegt me dat je dit toch wel weer gaat doen. Ja, ja, weet je. Ja, gewoon bekend. Toch? Ja. Iets zeggen we dat ook. Ik hou niet van smoesjes en spelletjes. Dus nee, maar goed, dat zou ik daarom. Kost een grapje? 19'tjes? Gewoon even kijken voor je vriend. Volgens mij zelfs 140. Ik had haast als je verklaring begrepen. Oké, dan gaan we eruit, ja. Kosten €160. Ja. Plus €9 administratiekosten. Dat is mooi. Nee. Nou ja, misschien helpt dat dan om te denken van ja, je moet wat argumenten hebben waarom je het niet meer wil doen dit. Ja. Misschien is dit er één. Yes. Maar vast aan de hand. Ondanks alles, fijn weekend. Ja, nee hoor, kan gebeuren hè. Oké, okay, succes. En met een boete van €160 voor het negeren van het rode verkeerslicht mag de man zijn weg vervolgen. Dan op de stationsweg in Gorkum. Sofjan Tadani en Vincent zien een brommertje rijden waarvan ze het vermoeden hebben dat hij behoorlijk is opgevoerd. Nou, maar dan gaat nog best een grap ook. Ja, nou is er ook geen plaat op. Wat we kunnen doen, is dat we meenemen naar het bureau. Wat voor rollenbak? Ja. Ja, dat wordt lastig dit hoor. Ik pak hem even van de rechte stuk zo, dan kan hij ook nergens naartoe. Ja, als je hem nu nieuw dan zie je hij te snurken. Als Vincent de jongens wil aanspreken, gaan ze er plotseling vandoor. Maar die vluchtpoging duurt niet lang, want ze gaan direct vol onderuit. Ja, eruit, eruit. Een beetje grapjas, hè? Wat zijn er voor geintjes? Ben je niet helemaal goed? Ik wel. Nee. Ik sta erop. Ben jij niet helemaal goed? Wel, nee. Hè? Ben je goed bij je bol over, joh? Hoppa. Ga maar even naar mijn collega. Waarom ging je nou, waarom wilde je nou vandoor? Kom maar. Heb je een legitimatie? Wat? Laat maar zien. Ik zit alleen maar. Dat soort geintjes houden we niet van. Dat was mijn broek ook vol. Ja. Hey, die moet je bij je maat wezen, hè? Als je spullen kapot zijn. Hier bij ons. Laat ik me even overeind zetten, de olie loopt eruit. Zeg maar even overeind, want die olie loopt eruit. Je hoeft geen antwoord te geven. Waarom stop je nou niet gewoon? Nee, ik schrik me wild. Ik snap niet dat je dit soort capriolen uithaalt. Kom maar even hier. Je rijdt zonder kentekenplaat. Ja, die hebben ze eraf getrapt genoeg. Oké. Okay. Hey, wat wij even gaan doen, althans, met z'n allen. Wij gaan allemaal even naar het politiebureau. We gaan de bromfiets eventjes op de rollenbank zetten. Want volgens ons gaat die wel redelijk rap. Kijk eens naar me. Kan dat kloppen? Oké. Okay. Hey, even voor de duidelijkheid, hebben we niks bezeerd, niks gebroken? Nee, hij niet, hij is een broek. Ja, oké. Okay. Nee, dan mag je de schade op hem gaan verhalen. Je weet waar het bureau is? Nee. Je weet waar het bureau is? Ja, ja, een stukje terug. Als je er vandoor gaat, dan staat daar een procesverbaal tegenover. Kijk of hij het nog doet. Ja, een beetje doorshoken, want hij is... Misschien helpt het om de sleutel om te draaien. Nou, doet hij beter. Ja, even rustig aan. Ja, want je staat nu stijf van de adrenaline. Ja, gewoon even rustig aan. En dan gaan we het bureau even afhandelen. Ja? Op het politiebureau staan de surveillanten de jongens al op te wachten. Maar het duurt wel erg lang voordat ze er zijn. Uiteindelijk komen ze dan toch opdagen met het verhaal dat hun brommer onderweg is stuk gegaan. Zo, wat is het probleem? Hij had me... Oké. Goed. Heb je nog genoeg benzine? Ja, ik heb gisteren altijd een boer voor, dus ik kan niet dat doen. Oké. Nou, we gaan eens even kijken wat er gaat gebeuren. Niet zoveel dus, en dat verbaast eigenlijk niets. De helft ook wel los, hè? Ja. Even voor de duidelijkheid. Maar heb jij net wat losgemaakt? Nee, niks. Ik heb liever dat je het zegt, ja, wat dan dat ik anderhalf uur bezig ben en ik trek je brommetje uit elkaar. Eerlijk gezegd, ik geloof er helemaal niks van. Er komt sowieso een wacht op keuringsstatus op de bromfiets. Dat betekent dat je geen meter er meer mee mag rijden op de openbare weg. Ja, hij moet opnieuw gekeurd worden bij de RDW. En het aanbieden ter keuring zit op €65. En daarnaast komen voor jou dan ook nog de kosten erbij om hem weer in orde te brengen.
Maar ja, dat is voor jullie. Ik zou het er niet aan spenderen. Nee. Maar dat is mijn mening. Had je verder nog wat? Wij zijn, volgens mij hebben we genoeg geprikt. Ik denk het wel. Nou, dan ga ik het hek opengooien. Rustig aan, mannen. En zo kunnen de jongens weer vertrekken, maar wel met een kostbare WOK-melding aan hun broek. De bekeuring voor het niet voeren van een kentekenplaat komt de bestuurder op €90 te staan. Den Haag op de Callandstraat in de Hofstad. Sergeant DeMarco en Robert zien een Audi A3 op een druk kruispunt dwars door rood knallen. Zo. Zo, dat was echt een asociale. Ik denk dat hij al 4 seconden rood had. Zet stop voor maar aan, hoor. Dag meneer. Hoi. Hoi, Marco Rombaut, verkeerspolitie. Hier is Surfjansie. Meneer, de reden dat u hier stilstaat is het rode verkeerslicht bij de Callandstraat met de Neerkade waar u overheen vliegt. En niet filmen, hoor. Hij filmt mij, hè? Hij filmt mij, hè? Maar hoeft mij niet te filmen. Wij houden het samen gesprek. Hij wilde wat over verklaring? Ik heb niks te verklaren, vriend. Nee? Nee, je kan lekker de boete uitschrijven, doe je het, denk ik. Oké. Okay. Ja. Kom zo bij je terug, ja? Ja, toch. Maar meisje. Hoe is die? Ja, woest. Allemaal. Is die woest? Ja, er zitten er een paar in. Ja, want ik zag ook een middelvinger. Nee? Volgens mij. Ik zat in ieder geval niet gesignaleerd, maar wel diverse regio's. Ook gezien draagt al. Ja. Terwijl Marco de boete uitschrijft, checkt Robert nog even of het allemaal wel snor zit met de papieren. Meneer, heeft u het kentekenwijs bij u? Zou het dus niet voor mij. Nee, precies. Ga me even bellen, ja? Nou, goed, u hoeft niet te bellen. Als u even het chassisnummer laat zien, even de motorkap open voor mij, dan... Motorkap, oh, ja, kom. Niet filmen. Hij filmt de hele tijd. Niks te doen, hè? Nou, we zijn toch bezig? Hier, hè? Kijk, baas, zo zie je. Met het chassisnummer blijkt niets mis te zijn, maar met de mentaliteit van de bestuurder wel. Ik wist dat jullie achter me aankwamen, dat is te lang al weg. Sorry? Ik wist dat jullie achter me aankwamen. Nou, met het gladde weer, meneer Oostermeer, is het sowieso niet handig om hard te rijden. Ja, dat denk jij, vriend. Ik kom achter hem. Ja? Ja, meneer, ja, of je wegkomt of ergens omheen gevouwen zit, dat zijn twee aparte verhalen. Ja, dat zijn twee aparte verhalen. Oké, dat is de bom. Dankjewel. Fijne dag verder. Ja, ja, oké. Gelukkig kunnen de surveillanten erom lachen. Van een koek. En ook zijn medepassagiers zijn overduidelijk de leukste thuis. Oké. Je bent voor de TV, hè? Je bent voor de TV. Ja, dat is vaak met de camera, hè? De bekeuring voor het negeren van het rode licht bedraagt €230. Door Rotterdam op de Groene Kruisweg in Roon. Surveillanten Dani en Vincent zien een bestuurder die zich over het puntstuk tussen het verkeer perst. Die blauwe. Oh, en dan rijdt hier voorbij en die piept hem er even zo tussen. Maar je snijdt die colt ook af en die zit heel dicht op die Passat. Ja, ik zie het. Die colt gaf net een seintje en die moest volgens mij nog remmen. Als je misschien kan kijken, kan je er ook nog zien. Zie je? Toeteren. Ik ga je even het stopportaal halen, want anders zal ik even heel door de grond rijden. Goeiedag meneer. Goedemiddag. Oh, kijk uit, zet hem even op de andere. Kijk uit voor die gordel. Ja, wat heeft u fout gedaan? Ja, bij de uitrit van de benzinepomp. Ik kwam er niet tussen. Ik dacht, nou hou ik hem er echt tussen. Ja. En fout. U krijgt er van mij wel een bekeuring voor. Ik wil graag even de rijbewijs zien. Dat begrijp ik. Dus maar als u even met me meeloopt, dan doen we de afhandeling in de auto en hebben we het er nog heel even over. Pas op voor over, meneer. Goeiedag. Hi. Mijn naam is Vincent. Weet je wat ik gedaan heb? Zo laat je er niet tussen. Ja. Ja, richtingaanwijzer uit. Dus een gegeven moment, ik dacht, ja, nou, dan pak ik deze baan. Ja. Ja, en dan zet ik hem bij de stoplichten ertussen. En die mevrouw die hield hem in. En ik kon ertussen. Ja. Maar ik moet een doorgetrokken streep over. Ja, en het puntstuk. En dan de richting die de pijl aangeeft niet volgen. Nee. Ja, dat is dus het verhaal. Dat weet ik allemaal. En ik geef ook grief toe dat ik fout ben geweest. Ja. Ja. En ik weet precies wat ik gedaan heb. Ja, nou ja. Vervolgens. Als u bent ingevoegd, om even zo te zeggen, rijdt u me in één keer door naar links toe. Daar zien we de reactie van de persoon in de Mitsubishi Colt. Die meneer die moest van het gas af en die gaf u een lichtsignaal. Had u dat gezien? Zo van, ja, ik weet niet wat jij gaat doen, maar nou, volgens mij is dat niet te bedoelen. Dan had ik ruimte genoeg om tussen te komen. Nee, maar ik heb vlagwagen gereden, dat, luister, je moet ertussen. Meneer, luister, dat is uw beleving. Als iemand dat anders dat anders maar... beleeft, die ziet ineens een auto... BMW, hè? Wat BMW? BMW die achter mij zat.
Nee, kijk even over deze auto. Dat is een heel klein Mitsubishi koortje. Die had ik gehinderd bij het inkomen. Juist, en daar heb ik het over. Ja. Nee. En het gaat mij niet even om de auto die daar rijdt. Het gaat maar om de manier. U komt invoegen en u gaat hem eigenlijk binnen 2 seconden, trekt u hem gelijk door naar rijstrook 1, zeg maar. En in dat geval... Mag ik heel even uitpraten? Dan kan ik het verhaal even afmaken. In dat geval hindert u dan die persoon die in die colt rijdt. Die hebt dan zoiets van, ja, wat gaan we nou krijgen? Die geeft u een lichtsignaal. Kan ik heel goed begrijpen. De boete bedraagt €230. Hé? Ja. Want het komt in feite neer op het... daarmee kun je het een beetje vergelijken. €230? Komt nog 7. Ja, dat kun je vergelijken met door rood rijden. Ik heb nog nooit een bekeuring gehad. Ja. Kijk, 230. Van mijn pensioentje. Ja. Kun je daar gewoon niet 90 maken? De bedragen die zijn vastgesteld. Ja, dat weet ik. En ik kan u geen bekeuring geven omdat u de gordel niet om hebt. Daarom vind ik het zo. En wat in dit geval voor ons meespeelt, is de manier waarop u het oplost. Ik heb een fout gemaakt, hoor. Geef toe. Ja? Want ontkom ik niet aan, maar de 230 voor deze overtreding vind ik abnormaal. Nou, dan kan ik met de kerstmis geen maaltijd gaan halen. Nee, het duurt nog even voordat u de bekeuring binnenkrijgt. Ja, maar ik moet als u er wat voor reden ook niet mee eens bent, kunt u bezwaar gaan. Ja, nou ja, goed, geef maar. Okay. Een rijbewijs? En daarom zeg ik wel harder voor het dat... Nou, dat moeten we helemaal niet hebben, want dat is ook niet waar. Mag u toch een hand geven, meneer? Ja, tuurlijk. Maar luister, jullie kunnen er niet. Jullie doen je werk. Okay. Jullie doen je werk. Gelukkig dat u er zo over denkt. Nee, ja, ik blijf wel uiterlijk kalm. Ja, en ik blijf beleefd. Maar ik vind van binnen ben je ook ik merk het aan u. Ik vind dit zo erg, zo overdreven. Ja. Want ik ga toch wel een gest in. Dat mag. Nee, bedankt. Okay. Ondanks dit, meneer, toch een goede dag. Misschien dat deze bestuurder nog gehoor vindt bij de officier van justitie, maar voorlopig zal hij het moeten doen met een boete van €230. Professor Dr. Dorg Lolaan in Eindhoven. De surveillanten van de eenheid Brabant-Oost zijn op de Polo een trajectmeting gestart die uitkomt op... 76. Nou, die kleine, als die in de gordel om ben ik gek. Hier, kijk eens. Hij klemt helemaal... Ja, hij zit te springen. Ik gaat er nog in staan. Ja, er zitten meer kinderen in. Alleen daar, die middels die zitten... Maar die andere gingen het ook staan. Even hier zorgen dat we een mooi plekje zien te vinden. Hoezo doet hij filmen? Ja, dat doet hij voor mij. Nee, maar dat wil ik niet. Nee, nou goed. Dat komt toch niet op tv? Maar we gaan het even over iets anders hebben. Ja, over... maar kom dan op tv of niet? Ja, zou wel eens kunnen, ja. Ja, maar dat wil ik niet. Nee, ja, maar dat mag je zo meteen met hun bespreken. Wij gaan het ergens anders... Ja, daar mag je het zo meteen over hebben. Nee. Wij gaan het even ergens anders over hebben. Vertel. Over die kinderen die hier zo los achterin zitten. Ja, maar die hebben zich nou net... Nee, nee. ...eruit gehaald. Ja? Oké, okay. En als wij dan zeggen dat we al heel de tijd achter jullie rijden... Oh. ...dus al gezien hebben dat ze dus niet vastzitten... Oké, maar hun zitten achter, meneer. Maar goed, dan nog... Achter. Maar die kleintjes die zijn te klein om zo los te zitten. Die mogen niet zo loszitten. Die moeten een kinderbeveiligingsmiddel hebben. Dus of een stoeltje of weet ik het. Nee, dat gaat toch niet? Als je hier de gordel om doet. Heb je dat wel eens geprobeerd, die gordel bij die kleine aan te doen? Nee. Nee. Nee, precies. Nee, dat kan ook niet, hè? Nee, want dat past helemaal niet. Want als je die gordel aan doet, nou, die gaat over zijn hoofd heen. Krijg je nou een bekeuring? Ja, je krijgt een bekeuring. Ik krijg één bekeuring. Hallo, ik ben met mevrouw aan het praten. Dus niet met u. Als ik met u wil praten, dan hoort u het wel, ja? Dus als u even uw mond houdt, dan kan ik even... Nee, dat kan... Ik vind het ook niet fijn als u uw mond niet houdt. Dat vind ik ook niet fijn. Ja, ja, dit is het volgende. En u droeg trouwens ook geen gordel. Huh? En u droeg ook geen gordel. Wel. Nee. Maar goed, u krijgt een bekeuring. Zij ook niet, gordel. Zij dus krijg ik nou alle gordel. Luister eens even, laat mij nou eens eerst uitpraten. Die kleintjes, daar krijgt u een bekeuring voor. En ik heb bij uw snelheid, hebben we ook gemeten. En wij hebben een meting van 76, waar je maar 50 mag. En hoeveel, en ja, oké. Okay. Ja, wat dat gaat kosten, dat weet ik nog niet, maar dat gaan we zo meteen zien. Die werken we zo meteen uit. Ja. Ja, dus daar krijgt u een keuring voor. Maar u bent niet het antwoord verplicht, maar dat is de reden waarom dat die kleintjes zo los zitten achter in die auto. Nee, omdat we snel even, ik wou even snel boodschappen doen en ik heb niet echt opgelet hoe ze zaten. En stel dat je nou een ongeluk krijgt dan. Ja, dat zou wat gebeurt er dan zijn. Met... Dat bedoel ik. Ja, dat is niet tof. Daar krijgt hij die bekeuring zij voor. Zij lag zich helemaal dood. Goed zo. Jij wou niet rijden. Nee, maar ja. Maar goed, kut 5. Ja, goed. Jij bent degene die reed. Dus jij bent degene die dan moet opletten of alles goed is, hè? Ja. Ja, mag ik jouw rijbewijs alsjeblieft?
Wij hebben ook nog beelden. Ik weet niet of je beelden wil zien. Ja, dat wil ik wel zien. Ja? Oké, okay, nou. Dan mag je rechts voorin komen zitten. Ja. Hallo. Dag mevrouw. Hi. Wel eens verkeersdienst. Oh, maar dit is die op tv komt eigenlijk dan, hè? Ja, wat? Die dinges. Dat filmpje. U weet wat het over gaat? Ja. En dat was? Dat ik te hard reed op die weg, ja. Mm-hmm. Ja, sorry, ik moet er een beetje van lachen. Normaal rijd ik niet zo snel. Nee? Nee, normaal rijd ik gewoon rustig. Maar omdat ik gewoon allemaal snel dingen moest doen. Dus ja. Snel, snel. 76. Ja. Wist je hoe hard dat je daar mag rijden? Ik zei tegen mijn zus, zei 50, maar ik zei 80. Oh, maar het is binnen de bebouwde kom. Ja. Kan dat dan, 80? Nee. Maar daar heb ik niet echt op gelet. Nee, dat blijkt. Stap ik mee uit. Ja. Yes. Succes. Ja, dankjewel. Ja, rijbewijs. Dat is 1. En dan de snelheid. 218 euro. Er komt nog 7 euro administratiekosten bij. Okay. Dat is voor de snelheid. En dan die andere is voor de gordel. Is 140 euro. Ja. Het vervoeren van een passagier jonger dan 12 jaar. 5 en 3. En korter dan 1,35. Nou, dat halen ze nog lang niet. Okay. Dus zonder gebruik kinderbeveiligingssysteem. Ja, houd er rekening mee. En nogmaals, ga niet... nog rijden met die kleintjes. Nee, ik heb niet door. Buiten het feit dat het niet mag, is het gewoon, ja, is gewoon hartstikke gevaarlijk voor ze. Ja, klopt. Ja? Oké, dankjewel. Goed. De bekeuring voor de snelheid bedraagt 218 euro en die voor het vervoeren van kinderen zonder gebruik van een kinderbeveiligingssysteem 140 euro. Midden Nederland in Veenendaal op de Prins Bernhardlaan. Surveillante Patrick en Raymond hebben melding gekregen van een mishandeling die zou hebben plaatsgevonden in deze Suzuki. Ja, we rijden nu bij de Achterkerkstraat voorbij. Ja, we rijden het centrum uit. We rijden achter een voertuig waarvan de bestuurder mogelijk net degene die achterin zit mishandeld heeft. Dat is gezien door een getuige. We gaan nu wel even kijken of de collega's bij kunnen komen. Dan gaan we zo het verhaal eens even aanhoren. In het voertuig is in ieder geval iets merkwaardigs aan de hand. Hij zit achterin en hij heeft een tik, zie je dat? Het is niet duidelijk wat dit precies te betekenen heeft. Ook de collega's zijn inmiddels ter plaatse en de bestuurder wordt staande gehouden. Ik ben niet het antwoorden verplicht. Ja. Maar wat is er net gebeurd op de, bij de Hoogvliet, op de Luiwepenstraat? Volgens mij niet. Iemand anders heeft verteld dat er wel degelijk wat in de auto gebeurd is. Ik wil het graag van u horen. Een zoontje kreeg de aanval, dus moest ik even in bedwang houden. In bedwang houden? Ja. Ja, oké. Okay. Er is gezien dat u hem geslagen heeft. Nee, want hij is op mij en het lijkt net als ik, hij is meer kracht dan ik, dus ik hield hem tegen. U wilt hem tegen? Ja. Ja, precies. We gaan hem bij de getuigen verder uitvragen. Uh-huh. Hou er rekening mee dat u aangehouden wordt. Dat u meegaat naar het bureau. Nu? Precies. Ik wou eerst eten. Heeft u mijn legitimatie bij u? Heeft u even niks te kiezen, meneer? Kom, wat is dit nou, joh? Hoi, hoi, niet schrikken, hoor. Ik heb wat dingen staan met Chinees. Met Chinees? Hoi. Oké. Okay. Papi! Papi! Mag ik even naar mevrouw lopen? Nee, u blijft hier even staan. Tot u van mij wat anders wordt. Oh. Ja? Blijf hier even staan, kom zo bij. Mag ik even terug? Niks zuinig op. Ik kan me voorstellen. Hey, papi staat achter de auto en daar zijn we even mee aan het praten. En wat is dat voor een gast? Ze zijn ons werk aan het filmen. Mijn werk, dus. Ik heb mijn auto. Maar u komt niet in beeld. Oh nee, en een kind ook niet? Nee. Ook al zeg. Als u dat niet wilt, gebeurt dat niet sowieso, nee. Dus. Oh, papi, ik woon hier om de hoek. Mami. Ik zou pakken. De collega heeft uitgelegd. Wat er eigenlijk gebeurt is dat men ziet dat het kind hard wordt aangepakt. Ja, wat ik ook zei. Je moet hem wel zeggen. Ja. Oh joh, die mama doet niks. Als ze arm pakken. Nou is het afgelopen. Ja. Als het gaat, er gebeurt niks met papi. Want nee, hij is wel nee, bang nee. Van. Papi, dat papi aangehouden ja. Wordt. Papi, nee, papi is niet weg. Wat? Want we zeiden al van verrek, wat is daar? Appiazen. Appiazen. Nou ja, als het kinderen betreft, dan zijn we er altijd iets. Natuurlijk. Oh, maar dan oh, zeg ik van, dit is mijn tweede huwelijk. Papi praat. Ja. En zijn eerste huwelijk was bij papi wel een mishandeling. Ja. Nou ja, en bij deze papi niet. Nee. Ja. Papi praat. Oh, mag je, ik weet niet of je even een papi nee, mag. Nee, zo meteen. Maar snapt u dat we zo reageren als tuurlijk. Het de melding wordt? Ja. Een kind is alles, zeg ik altijd. Hè? Dat is voor ons net zo, hè. Een kind is voor ons wel te belangrijk. En als we horen dat melders het idee hebben dat er een kind mishandeld wordt, dan gaan we daar... Nou, hij werd echt niet mishandeld. Nee, nou, dat gaan we even uitzoeken. Ja, dat is even... De casus leg ik in elk geval voor bij Bureau Jeugdzorg. Dan laat ik het verder aan in. En we leggen het wel op die manier vast. Ja, want ik blijf me zorgen maken. Ja, prima. Snapt u? Ja, prima.
Dat bedoel ik niet tegen u persoonlijk. Nee. Ik begrijp het ook niet. Ik ben ook vroeger ook niet zo'n lievertje geweest. Dat ben ik mee eens. Dat bent u niet. Nee, dat ben ik met u eens. Dat niet. Ja. Dus achtergrond speelt nog altijd mee. En mijn ervaring is, mensen die eenmaal geweldsincidenten plegen, dat agressieproblematiek iets is wat je vaak je leven lang achtervolgt. Ja, mij niet. En iedereen vertelt mij, ik heb het achter me gelaten. Het is voor mij in elk geval reden genoeg om de zorg te delen met bureaus. Ja, als je een kamer geslagen, dan ga ik terugslaan natuurlijk. Maar ook door u zelf? Nee, die hield ik in bedank. Want ik wil niet hebben dat mijn autoraampjes eraan gaan. Nee, dat kan ik me voorstellen. Ik wil ook niet hebben dat mijn auto totaal los binnen wordt gemolesteerd door hem. Dus je houdt hem in bedwang. Dat snap ik. Dat snap ik. Nou, ook ik even sigaretjes tegen papi. Ja hoor. Aschaat. Papi, kom zo. Ik ben open. Ja, je mag zo een papi lopen. Ik ben open. Oh, wat is het, jongen? Nou, als je wel even wacht, gaat hij iets over u vertellen. Nou, dan moet hij snel zijn, want ik wil eten, jongens. De verstandelijk beperkte jonge man lijkt alle aandacht wel leuk te vinden en krijgt een presentje van de politie. En wat zeg je dan tegen de politie? Hij is voor jou, je mag hem meenemen. Wat zeg je dan? Hey, succes, lekker eten. Johnny, lekker eten. De getuige wordt nog eens extra uitgevraagd, zoals dat in politiejargon heet. Maar uiteindelijk lijkt er geen sprake te zijn van mishandeling. In Zeewolde op de Vogelweg. Surveillante Arjan en Frank zien een Mercedes-bestuurder die in stevig tempo al slingerend over de weg jakkert. Kom je uitloop lood, eigen snelheid onder 23. Gaat hij weer hier op de andere baan? Ja, hij slingert wel. Weer over de middenas. En nu wil even bellen hoeveel hij hem had. Ja, of hij hem op de laser had misschien. Wat is je nou doen, joh? Of een blaastestje doen zo bij die meneer. Ja. Ik kan hem afsluiten. Doe maar. 124. Goedemorgen meneer, we hebben uw snelheid gemeten. U rijdt te hard. U krijgt proces verbaal voor deze overtreding. Wat is de reden van uw snelheid? Ja, dan rijdt u makkelijk te harder. Ja. En er is geen auto voor je. Toevallig u achter me. Ja. En hoe hard had jij hem op de laser? 134 is er gemeten. En het scheelt u 1 kilometer, want dan was u uw rijbewijs kwijt geweest. Hey. U bent ook behoorlijk aan het slingeren. Nou, ik was niet aan het slingeren. Nee, dat is een andere reden. Ja? Mijn auto geeft aan als je vermoeid raakt. Dan krijg je een kopje koffie in het scherm. Ja? Ik weet niet hoe dat gebeurt. En ik vertelde net aan hem, ik denk dat dat komt als je te vaak over de streep rijdt. Ja. Dus ik probeerde dat te bewerkstelligen, dus door de streep te raken, om dat kopje koffie tevoorschijn te halen, maar dat deed hij niet. Nee. Nou, ik nodig u even uit om bij ons plaats te nemen in de auto. Okay. Dan kan mijn collega de beelden van u laten zien, dan maak ik de administratie verder even af. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, Arjan is de naam. Je hebt het verhaal gehoord waarom ik over de streep reed? Nee. Je was een gesprek bij een collega. Nee, ik stelde dat. In mijn auto krijg je af en toe een kopje koffie in het scherm. Ja. En dat betekent dat je vermoeid raakt. Oké, helder. En we weten alleen niet wanneer dat gebeurt. Ja. Ziet u? Kijk, dus ik reed af en toe dus over die streep. Ja. Omdat ik dacht dat dat de reden was als je dat vaak doet, dat je dat een kopje koffie doet. Oké, helder. Dus dat was eigenlijk aan het uitproberen. Ja, en ik weet het al steeds niet. Nee, kijk, wij gaan ons afvragen, wat is er dan aan de hand? Ja. Waarom gaat meneer iedere keer over die streep heen? Ja, ja. Nee, is meneer vermoeid? Is meneer misschien wel met de mobiele telefoon bezig? Nee. Wel mogelijk dat u bij uw garagiste na kunt kijken van... Ja, ik zal eens een keer vragen van wanneer dat gebeurt. Ja. Vraag over de beelden? Ja, ik heb het gezien. Oké. Ja. Hartstikke goed. Oké. Prettige dag verder. Ja, dank u wel. Wens ik u toch nog een goede reis verder. Doe het rustig aan. Goed. Tot ziens. Voor zijn slingergedrag komt de man er goed vanaf, maar hij ontkomt niet aan een boete voor zijn snelheid. De officier van justitie bepaalt de hoogte van het bedrag. Land in Drachten op het Zuid. Surfjante Boudy en Klaas zien een Solex-rijder met een helm die niet helemaal jovel lijkt. Tweede plaat. Had toch geen kinband volgens mij? Waarom staat hij achter de baan? Ja, dat kan ook, ja. Even kijken hoe we dit gaan doen. Ik vraag me ook af of het een goedgekeurde helm is. Kijk, hier is een mooi plekje volgens mij. Goeiedag. We stoppen, meneer. Goeiedag. Politie. Ik wil graag even uw rijbewijs zien. Een brommer, hoor. Ja, moet je tegenwoordig een rijbewijs voor hebben. Ja? Ja, ik
Nou, u heeft vast al een autorijbewijs. Ja, zeker. Dan zal het er wel bij opstaan. Kijk, dat is uw bromfietsrijbewijs. Wat? AM. En wat moet u hebben dan? Ja, die heeft u ook, een bromfietsrijbewijs. Ja. Dus u had al iets wat u niet wist. Dat is mooi. De reden waarom u even aan de kant zette, dat is de helm. Het past bijna bij de uitstraling van de Solex. Ja. Maar een helm moet ten eerste wel goedgekeurd zijn. En er, ja, hoort ook een kinband op te zitten. Nou, die heb ik er bovenop. Ja, maar die hoort hier te zitten. Kan hij wel vast? Lukt dat? Zoals het hoort. Nou, op zich is dat te ruim. Dat gaat niet zo werken. Zou je eens even af kunnen doen? Ja, dat wordt al beter. Zou we even binnenin mogen kijken voor het goedkeuringsmerk? Ja. Hij lijkt ouder dan hij is. Ja, het lijkt oud, maar het is een nieuwe ene. Ja, lukt het? Ja. Even kijken. Het voelt wel erg dun aan, moet ik zeggen. Ik vrees met grote vrezen dat het niet een goedgekeurde helm is. Daar is hij wel heel erg licht voor. Ik weet het niet. En er zit ook geen goedkeuringsnummer in. Geen EG, helemaal niks. Ik snap de uitstraling dat het wel bij de brommer past, maar het moet wel een helm zijn die aan de eisen voldoet. Maar mocht u wel vallen en u valt op die hoogte op straat, ja, dat is mijn probleem. Wat zegt u? Dat is mijn probleem. Nou, dat is in zoverre dan uw probleem. Kijk, als ik als automobilist een stuurfout maak waardoor u ter val komt en uw letsel oploopt, dat het mijn schuld is, ja, dan okay, wordt mij iets te lastig gelegd. Dus wordt het ook mijn probleem, begrijpt u? Dus dat betekent dus dat het wel een helm is, maar niet voor op de bromfiets. Dus dat betekent dat u met dit ding ook niet op de bromfiets mag. Staat er ook een merk op of zo, of niet? Helemaal niks. Ik kan helemaal niks ontdekken. Alleen een maat. Ja, dan moet er hier een... Moet je eens voelen. Ja. Aan het gewicht voel je al dat het niet goed is. Er, geen goed, er moet hier goedkeuring. Ja, dit kan ook nooit een goedgekeurde... Ja, het moet metaal zijn. Dus, uit Leeuwarden, of niet? Ja. Mooi eind uit de richting. Nee, we hadden toe toch. Alleen ik ben verkeerd rijden. Dat wou niet. Maar... De Solex wou niet? Ja. Of, Voor deze keer een waarschuwing. Ja, okay, maar koop wel een helm die goedgekeurd is. En, ja. Maar dat merk je ook zo gauw die de helm beetpakt, voel je dat die zwaarder. Dus merk, kijk, en dit ook net wat mijn collega zegt. Zie, dit is gewoon, hier doe je een rugtas er zo mee vast. Ja. Het zijn plastic delen. Als je een goedgekeurde helm hebt met een goede sluiting, dan zal dit van metaal zijn. Dat blijft goed vastzitten. Okay. En ook zo'n snoertje om hem in te korten, dat zit op een andere manier. Want deze kun je ook wel weer regelmatig kijken. Ja, 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 ja. Het is het allemaal net niet. Dus zal je niet langer ophouden. Nee, jullie ook niet. Dan nog een prettige dag. Ja, ja. Okay. Doen we nog een hand? Ja, oké. Okay. Goeie reis vandaag. Ja. Voorzichtig, Hans. Ja, oké. Okay. Deze Solex-rijder komt met een waarschuwing voor zijn helm goed weg. Maar dan moet hij wel wegkomen. Slabber, slabber. Zijn Solex heeft er na deze stop geen zin meer in. En de man zelf duidelijk ook niet. Hij is er klaar mee. Kijk naar die houding. Niet in het water gooien, hè? De eenheid Midden-Nederland op de Amersfoortse straat in Soesterberg. Surveillanten Arjan en Jan Bart zien rechts van hen een brommer met hoge snelheid over het fietspad razen en starten gelijk een meting. Oh, dat is gelukt. Tijdafstand. Maar voorlopig heeft hij vrije baan, dus niks voor hem. Hij reed geen 45, hè Jan? Dat is uit vrije baan. Dus als je kans krijgt om... Ja, als jij klaar bent. Het is lekker druk. Naar het vrachtwagentje. Ze wachten af tot ze hun voorganger kunnen inhalen om de meting goed te kunnen afsluiten. De snelheid komt uit op 64. Vlaams spreken? Ja, we houden het blijven lopen dan. Hij mag 45. Nee, hier kun je eruit. Arjan spreekt de brommerbestuurder aan. Hey jongeman. Hey, ik ben Arjan Mol van Team Verkeer Midden-Nederland. Het rijbewijs, heb je dat bij je? Maar we hebben zojuist een snelheidsmeting gedaan op jou met je brommer. Ja, ik vind het een helft met hard. Hij loopt een beetje hard. Ja, ja, dankjewel. Dat is hard hoor. Zeg je? Normaal gaat hij 65. Nou, dan denk ik van een helftje af, gaat hij harder. Nou, ik heb je gemeten met 64. Gemiddeld. 64? 64. Ah, dat kan ik vertellen helemaal niet. Nee. Maar hoe hard mag je met een brommer? 45. Ja, dan rij je 19 te hard, hè? Het kleeft wel een bekeuring alvast. Ja, dat was zo. Ja. Dan gaan we even maken. Maar wat heb je eraan gedaan? Ja, ik heb er zelf niets aan gedaan. Ik heb het van mijn broer overgekocht. Ja, oké. Okay. Wat heeft je broer eraan gedaan? Hij heeft mij het laten doen, hoor. Dan gaat hij tandje. Andere vertanding? Uitlaat? Hij is verder in orde, Arjan. Dankjewel. Ik zeg tegen mijn collega. Hij is verzekerd, hè? Ja. Weet je wat het is met jouw snelheid? Als je de snelheid blijft rijden, als je ook nog een keer fietsers voorbij gaat en voetgangers,
Ja, die verwachten niet dat jij er met 64 voorbij komt. Zal ik die heb je vast terug, alsjeblieft. Goed, het volgende. Het sanctiebedrag is €137. Er komt nog wel 9 euro administratiekosten bij. Dat moet je even rekening mee houden. Heb je verder nog vragen? Nee. Nee? Doe je voorzichtig? Ja. Oké, hey, goede reis. Verder. Tot ziens. Hoi. Het sleutelen aan de brommer door zijn broer kost deze bestuurder €137 plus €9 administratiekosten. Zoals we zien op de vaartzuidzijde in Appelscha. Surfjante Klaas en Boudy worden ingehaald door een ongeduldige motor. 80 geloof ik, verderop is het weer 60. Meting loopt, schuine kentekenplaat. Combi loopt hoor. Ja. De motor blijft stevig doorknallen. De meting komt uit op 88. Zijn remlicht knettert steeds wat zeker. Ja, ik heb nu een tijd afstand, maar dat wordt niks meer. Hij rijdt ook niet hard. De kentekenplaat hangt wel weer scheef. Ja. Ik kan het amper lezen, joh. Het remlicht doet het voor me ook niet consequent. Nee, dat knippert steeds, hè? Het knippert ook heel snel, dus dat is ook achtermaat. De surveillanten hebben genoeg gezien en zetten het volgteken aan. Jammer. En brand. Goedemiddag. Boudy, hoi. Daar ben ik. Ja, daar kunnen we gaan. Okay. Zullen we eens beginnen met de rijbewijs en de kentekenbewijs? De rijbewijs heb ik niet bij mij. Kenteken ook niet. Ook niet? Nee, natuurlijk, omdat ik een superbouwer ben. In Assen? Ja. Oké. Okay. Ja. U rijdt wat te hard? Ja. U heeft geen decibelkiller? Zie ik? Nee, die klopt. Uw knipperlicht doet wat raar, of tenminste u... Nee, ja. Dat is led, dat is te weinig weerstand. Ja, dan kun je een weerstandje verkopen, hè? Die kun je ertussen zetten. Nou, op zich maakt het niet heel veel uit. Hij knippert, dus hij doet het. Oké, nee. Uw kentekenplaats zit hoogstwaarschijnlijk te schuin. Maar dat gaan we zo even bekijken. Ja, is goed. Joh. En uw remlicht die knippert, die doet raar. Hij brandt meer wel dan niet. We kunnen niet zien wanneer u remt, hij brandt bijna continu. Ja, joh. Ja. Misschien het schakelaartje bij de hand of bij het voetpedaal. Het is best mogelijk dat... Met de voet in de pedalen zit of zo. Dat zou kunnen. Ja. Ik kan het zo slecht zien zonder examen. Ja. Zullen we doen? Ja, ik keur hem goed. Ik keur hem goed. Ja, maar? Ja. Dat wordt net naar de kamer geweest. Ja? Ja. Even tegen het mes aangeleund. Rijbewijs A, ja, oké. Ja, al rijbewijs heb ik. Oh nee, vrachtwagen niet, ja, geen lever. Zullen we eens kijken naar de schuinte van de plaat? Ja. Kijk, en hij zit ook wat te hoog onder het achterlicht. 58 graden. Dat is heel mooi. 30 maximaal. 30 maximaal? Ja, de afwijking. Oh, nee, we zaten toen bij Houwelen, kwamen we voor ja, de afwijking, hè? Ja, dat zei hij. Ja, toen ging hij kijken en zei, oh nee, ik kan het lezen. Ja, het moet en leesbaar zijn, ja. Maar de plaat mag ook niet dan zo schuin staan. Deze ligt eigenlijk te plat. Dus hij moet iets meer verticaal staan. Maar ik denk dat het originele steuntje eraf gehaald is. Nee, je staat zo'n scherm op, zo'n spabord. Oh, ja, en daar zat hij op. Ja, staat een spabord op. Precies. Dat hebben we weggehaald. We willen het zo doen. Ja. Snelheid. Uit mijn hoofd 88 dacht ik in een 60, hè, zo straks langs de vaart. Oh ja, we lapen de boom. Ja. Decibelkiller. Klopt, ja, duidelijk. Die twee dingen waar? Maar dat doet hij altijd in. Ja, dat weet je wel, maar dat doet. Voor de kentekenplaat wordt u bekeurd. Oké. Die zit op €140. Nou, dat vind ik heel fijn. Onnodig geluid veroorzaken zit op €360. Dat klopt, ja. Dus, ja, dat is voor mij moeite waard om toch even in te schroeven als u hem heeft. Ja, klopt. Ik heb hem hoor. Ja, en probeer even wat rustiger te rijden. Ja. Dan geven wij je een hand, denk ik. Ja, zeker. Die bekeuring die komt thuis. Hier komt geen printerbonnetje meer uit. Voorzichtig, goed seizoen. Het is €140 leren, dat vind ik nou niet waar. Oké. Ja. Het beste, yo. De bestuurder mag zijn weg vervolgen, maar dan moet hij wel starten. Ja, dat contact staat natuurlijk heel tip. Maar niet veel. Dus even aanduwen. En nog een keer. En nog een keer. Maar dan hoor je ook wat. Voor de snelheid en de ontbrekende decibelkiller krijgt deze motorrijder een waarschuwing. Voor de schuine kentekenplaat krijgt hij een bekeuring van €140. Ga maar naar de eenheid Midden-Nederland op de Joost en Draaier Rotonde in Hilversum. Surveillanten Patrick en Raymond zien in hun spiegels hoe een loslopende hond plotseling de weg oversteekt en een bijna botsing veroorzaakt.
en er is geen baasje te bekennen. Ja, José, goedemiddag. We rijden op het Joost en Draaierplein Hilversum. En daar loopt een hond los die voor verkeersgevaarlijke situaties zorgt. Heb je iets van een dierenambulance wat mee kan helpen vangen? Ik ga eens kijken of ik een dierenambulance kan vangen. Ja, hij loopt in de tuin. Ja, hij loopt nog in de tuin. Ik ga eens even kijken of ik hem kan vangen. Maar als hij in die tuin zit, dan zetten we de auto ervoor. Ja, bij die mevrouw zit hij. Ik ga eens even kijken of hij er niet uit kan. Ja, hij kan er aan alle kanten uit, hoor. Kom eens. Pak hem. Hij blijft niet staan. Kom maar. Ja, ik heb zijn riem. Rustig. Rest vast. Zit. Zit. Goed zo. Hij luistert goed. Het is voor het eerst dat iets naar jou luistert. Meestal luistert hij niet zo goed naar mij. Als het blond is, luistert het meestal niet naar je. Intussen is ook de bewoonster naar buiten gekomen om te horen wat er nou allemaal aan de hand is. We kunnen hem iets makkelijker beet houden. Ja. Dank u wel. Wat doe je die dan met? We hebben nu de dierenambulance in kennis gesteld. En hopelijk komt hij zo meteen. Ja. En dan neemt hij hem mee en dan... Lijkt me een lief hond. Ja, alleen hij zat al een paar keer bijna onder een auto. Zo. Hou jij hem vast, flikker? Hou jij hem vast, het is jouw vriend. Ja, misschien is het wel een vriendin. Zo. Goed zo, hè? Ja, hij is hartstikke lief. Ja. De dierenambulance is snel ter plaatse. Hi, Patrick. We hebben een hond gevangen die suïcidaal was en steeds voor de auto sprong. Niet de bedoeling, hè? Nee, precies. Hé, hey, vriend, aan een touwtje. Een ander touwtje doen, hè? Het is echt een ontzettend lief beest, dus... Ja, het is een renoutje, zo te zien. Ja. Een grijs snuitje, hè? Moeten we niet willen, hè? Ga je met mij mee? Ga je mee naar de auto? Gaan we eens kijken of hij een chipje heeft. Ja, daar komt hij aan. Goed. We gaan even netjes kijken of die chip hier aan boord hebt. Nou, top. Kunnen jullie weer verder met je werk? Hey, bedankt. Doei. Voor de goede zorgen. Goed, zus. Doei. Uiteindelijk bleek de hond inderdaad gechipt en kon de eigenaar worden getraceerd. En zo is deze brave viervoeter toch nog veilig thuisgekomen.